We gaan vandaag de kabelklem terughangen, de slagboom maken, strepen zetten en een paar spandoekjes ophangen in Mans Bommel. Hij gaat weer varen. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je deze soort films leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneer, het belletje aanklikken. Dan komt het goed. En nu gaan we gauw verder naar de pont van Maasbommel. Deze keer helemaal alleen. Is niet anders, doe ik meestal. Ben eraan gewend. Alleen, ja, je moet wel opletten omdat je maar alleen bent. We hebben wel eens nagedacht. Want alle veerlui zijn ook alleen altijd om zo'n horloge aan te schaffen. Dat je op een knopje kunt drukken dat er iemand gealarmeerd wordt als er wat mocht gebeuren. Maar we gaan in ieder geval de kabelklem erin hangen. Heeft even geduurd, we hadden er ook niet echt haast mee. Omdat deze pont toch stil lag. Ja, nou gaat hij van het weekend varen. Hij vaart al lang weer als jullie de film zien, want ja, daar zitten een paar weken tussen. Maar voor mij, toen ik hier bezig was, zou hij zaterdag te varen. En dat is volgens mij donderdag sterk bezig was. Dus ik had 2 dagen, ja, die heb ik niet nodig. Voor die kabelklem, want alles klaar op dezelfde dag. Tussendoor ben ik nog weg geweest. Dat zien jullie niet. De hek is tussenuit geknipt. Dat is het voordeel van video. Had ik ook niet gefilmd. Kusje waar ik toen mee wees doen, ben ik naar mee geweest. En ik miste 1 as om de kabelklem op te hangen. Die heb ik toen ook meegehaald. Dus we gaan het kraantje uitpakken. De kabelklem erin hangen. Je moet je voorstellen hoeveel plezier ik van dat kraantje heb. Dat is ongelooflijk. Dat ding dat gebruik ik zoveel. Zo'n kabelklem. Ja, het is 1 bonk staal. Wat die precies weegt, weet ik niet. Maar het is meer dan 300 kilo. Dus dat is behoorlijk. Eén zo'n loopwiel die erin zit. Waar die kabel erin gaat, die weegt al 60 kilo. Dus een grote loopwiel als in die kabelklemmen. Kabelblokken bedoel ik. Dus één zo'n wieltje is al 60 kilo, 2 wieltjes is al 120 kilo. Kun je nagaan wat het ding weegt. Maar goed, ze zijn wel ideaal. Die hebben we erop hangen, voor diegenen die dat niet weten. Vroeger moesten ze altijd een touwtje voor op de klep zetten als er iets zwaars op of afreed. Nou, toen hebben we toestemming gekregen van Rijkswaterstaat of ILNT, scheepvaartinspectie was het toen nog. Om dat te doen via die kabelklem. Die kabel zit vast op de wal. Druk je op een knopje. Hij klemt hem tussen 2 ijzeren blokken vast. En dan hoef je er geen touwtje op te zetten. Daarvoor hebben we die kabelklem. Super gemakkelijk. Dus, en het scheelt een hoop loopwerk voor de veerman. Want vroeger moesten ze die bomen opengooien en die klep werd met de hand bediend. Moest je toch naar buiten, naar voren toe. Dan was het niet zo'n probleem om hem vast te zetten, maar nu bedienen ze alles vanuit de hut. En dan zouden ze voor het zwaar verkeer voor op het touwtje moeten zetten. Altijd te laat, als die slagboom open gaat, zijn de mensen weg. Dus het is een mooie oplossing. Vergt wel wat onderhoud. Ze gaan ongeveer 1 jaar of 4 mee. En dan is het versleten. Nou keuren we pas om de 5 jaar. Dus ik heb nu 1 kabelklem over, die ik gereviseerd in de werkplaats leg. Dat omhangen, dat is niet heel veel werk, hè. Kabelklem erin, eruit. Nu doe ik het alleen, dus ja, zeg maar real time. Niks geknipt erin, het trainhangen niet in ieder geval. Dus je ziet hem maar af en toe verspringen, van het ene beeld naar het andere beeld. Maar er komt dek 2 camera's. Je kan 1 cameraatje achter op de kar gezet. En een cameraatje op mijn hoofd aan. Met dank aan Holland Duck. En zodoende film ik dat. Van uit 2 hoeken. Nou, het ene cameraatje die ik op mijn hoofd heb. Die accu die gaat 1 uur mee. Die op de kast staat gaat 2 uur mee. Dus alles wat ik vandaag doe. Heeft nog geen 2 uur geduurd. Nou, de rooster wou ik eruit tillen. Maar zat die stiekem weer vastgeschroefd. Leon kon er niet bij zijn. Leon is de voorman op deze pont. Maar die was elders aan het varen. Daarvoor lag deze pont ook stil. Dat we het personeel op andere plekken nodig hadden. Dus Leon was elders aan het varen en kon me niet helpen. Normaal gesproken doe je dit met 2 man. Er is altijd wel een veerman of de voorman is erbij. Dus dan ben je met z'n 2'en. Ja, vandaag had ik pech.
Ik moest alles alleen doen. Is goed voor me. Ik wil afvallen, dus een beetje klimmen en klauteren. Maar ja, daar val ik niks vanaf. Want dan had ik al lang licht moeten zijn. Ik doe niet anders. Dat was met de brandweerkeuringen altijd wel mooi. Ja, je bent veel te zwaar, maar wordt altijd goed gekeurd. Ja, daar. Ik lig de hele dag te klimmen en te klauteren. En ik weet niet of jullie weten hoe die brandweerkeuring er tegenwoordig uitziet. Moet je gewoon dingetjes doen, slangetje rollen, onder een hekje doorkruipen met slang in de hand, volle slang, trap op. Moet van alles doen, binnen 19 minuten. Moet je voorstellen, ik met dat postuur van mij op mijn dode gemak, wandel ik het parcoursje af en met een nadruk op wandelen, hè, niks hardlopen, gewoon wandelen, 12 minuutjes, appeltje, eitje, klaar. Dus ik denk ook niet dat er iets met conditie te maken had, hè, wel een stukje met conditie te maken. Want na die keuring, dan moet je nog trap lopen. Daar zijn 100 treien. Dan krijg je nog een loodgordel om. Ik weet niet, dan heb je een beetje 40, 50 kilo om de nek hangen. Loodgordel, ademlucht, al die toestanden. En dan moet je dus 100 treien op en dan moet je binnen 2 minuten halen. En als je op een gegeven moment een bepaalde pas hebt... Ja, ik deed er iets langer over dan 60 seconden. Dus had ik nog de helft van de tijd over. Dus het valt allemaal wel mee. Maar goed, er zijn ook, moet je je voorstellen, een vrouwtje van 50 kilo. Die krijgt hetzelfde gewicht op de nek hangen. En die moet dan ook die 100 treien op. Ja, daar valt het niet mee. Kijk, ik weeg toen het filmpje gemaakt was, een beetje rond de 135 kilo. Dat is niet niks. Ja, dan met al die toestanden bij de brandweer op, zat ik rond de 170 kilo. Hadden ze een steermaster, als die maar heel bleef. Met dat gewicht dat erop stampte. Maar goed, altijd goed gekeurd geweest. Maar we zijn nu op pontje bezig, want ik raak weer helemaal de weg kwijt. Ik begin weer iets te vertellen wat er niks mee te maken heeft. Je ziet het, kabelklemmetje. Hij hangt er al bijna in. Jongen, was je vlug. Ben je iets aan het vertellen en hij is al bijna klaar. Nou, dat valt ook wel mee. Heel het filmpje duurt iets in de 50 minuten. Ik heb net verteld, ik doe nog een paar dingetjes meer. Het eerste terughangen. Nou, als je met z'n tweeën bent, dan gaat het dus makkelijker. Dan staat er één daar te kijken, dan moet ik iedere keer over de rand gaan kijken. Want dat zie ik niet. En hem er tussendoor sturen, dat valt niet mee. Maar als je geduld hebt, dan komt het altijd goed. Dat is niet anders. Gewoon maar rustig blijven. Dat is het beste. Dan komt het altijd goed. Nou, hij past er niet tussendoor. Hoe gaan we dat doen? Nou, daar heb ik wel iets op gevonden. Duurt nog eventjes. Dus we kijken maar rustig aan. Wij kan het... aan het rommelen ben. Nou, ik zet er een keertje geen muziek onder. Voor de liefhebbers van de muziek. Of die geen liefhebber zijn. Kom ik die keer tegemoet. Ik beloof niet dat ik dat altijd niet doe. Maar deze keer niet. Nou, hier liefst langer bovenin blijven. Ze druppelen ze in het water. Ja, daar hebben we een klem en hij is te groot voor het gat. Wat nu? Dan hoort hem denken. Hoe hebben we dat de vorige keer gedaan? Nou viel de regen. Nou, blok open. Nou, moet er weer op. Ja. Hij moet er tussendoor. Nee, niet voor niks een handtakeltje eraan gehangen.
Meer voorbedachte raden, dat kan ik er van hieruit ook laten zakken. Het is niet de eerste keer dat ik het alleen moet doen. Ik moet wel zeggen, op deze pont en de Tony de Blanc, dat zijn de lastigste ponten om de kabelklem te vervangen. De andere heb je meer plek om erbij te kunnen. Hier zit de loopplank achter de hut in de weg. En bij de Tony de Blanc hangt hij zelfs onder de trap. Dus dan moet hij eerst in het takeltje hangen. Net de verkeerde kant op. Dat is nou jammer. Maar geen reden op paniek. Wil je wel zeggen, Harry, waarom pak je die bak met zout niet weg? Nou, die zit vol. Dat ding, dat is zo zwaar, die pak je zomaar niet weg in je eentje. Dat is goed. Er valt een hele grote drijvende dok achter me langs. Daar hebben jullie niet gezien. Je hebt misschien horen brommen op de achtergrond. Sleepboot ervoor. Echt een groot ding was dat. Ik denk dat hij naar de stuw van Linnen gaat. Er was iets gebeurd volgens mij. Maar het kan ook goed ergens anders zijn. Ik heb het niet gevraagd. En heel eerlijk gezegd, toen ik hier bezig was, had ik het niet in de gaten. Ik zag hem pas op de film. Dus op het moment dat ik hem zat te editen. Nou, drastische maatregelen nemen. De pikhaak erbij. Helaas, die zit op slot. Polstok hoog springen. Of virreljeppen noemen ze dat. Ik denk hier overboord dat ik de stok kwijt ben. En zelf een aan het pakken heb. Ja, die rateltakels, dat is een uitkomst. Dat zijn uitvindingen, die zijn geld waard. Als ik die dingen niet had gehad, oh, dan had ik wel ellende gehad. Bijna. Ietsjes verder. Succes. Perfect.
Nou, gereedschap verzamelen. Dan gooi ik altijd in zijn Fischerbakje. Ik heb geen gereedschapkoffer, zo. Ik heb die kisten vast in de auto staan. Ik zit er wel over na te denken om dat te veranderen. Dus die polyester bak eraf. Want het is zo makkelijk als je iets wil, of zo ongemakkelijk als je iets wilt laaien in die auto. Met die dichte bak. En het zou mooi zijn als ik de aggregaat achter in de auto kon zetten. Als ik hem nodig had en niet altijd die grote kar mee moet nemen. Maar goed, dat is nog iets, dat wil ik maken als ik wat meer tijd heb. Een mooie aluminium greepskist achter de cabine. En dan de rest van de laadbak zo maken dat de aggregaat erin past en de benodigde spullen. Net als oliekannekes en troep die ik nog alles meeneem. Die liggen er nieuw in en als er eentje omvalt en er lekt een beetje, zit heel die bak zit onder de olie. Oh, wat een ellende. Nou, de pennen erin. Pennen zijn niet alles. Op dat moment had ik nog geen nieuwe. Die had ik wel besteld, maar dat maakt niet uit. Je hoeft maar een jaartje te zitten. En er zit nog zoveel vlees op. Dat hij er in een jaar niet erin is. Dat geloof ik tenminste niet. Jammer dat je niet aan kunt halen met de hamer, hè. Hij is toch ver zat versleten, hij moet er makkelijk in gaan. Nou, borgplaatje erop dat je er niet uit kan vallen. Ook die moet je niet loslaten, maar die heb ik wel een paar meer in het bakje liggen hoor. Er liggen meer dan voldoende borgplaatjes in. Die laten we wel eens sprongelijk uit de handen glippen en ja, het zou lullig zijn als je niks bij hebt. En ik heb altijd gewoon een strip staal in de auto liggen. Mocht ik er ooit eentje verliezen en niks meer bij hebben, kan ik er nog eentje ter plekke maken. Het zou lullig zijn als ik komt terug kwam te liggen op een plaatje. Nou, eventjes een stukje er tussenuit geknipt. Dat ik daar een asje van. Deed ik dus het asje vergeten was, of kwijt was. Waar is het nou? Tweede pen hebben. Maar goed, in de tussentijd ben ik dus naar mee geweest. Ik heb gegeten op kantoor, want daar moest ik die pen halen. Was rond de middag was het, dat ik daar was. Dus 's middags weer terug, vol goede moed. Ik had er vanochtend even een andere pen in gedaan. Gewoon die ik gebruik om als doorslag. Die heb ik in de auto liggen. Kraan had ik er vanaf gehaald. Kraan heb ik nog wel bij. De kar. Maar ja, ik dacht dat ik er een stropje omheen doe. En ik takel hem zo eventjes aan de reling omhoog. Dan is er ook niks aan de hand. Dan heb ik hem er ook zo in zitten. Toen ik die kraan nog niet had met die kar, toen deden we die klemmen reviseren zoals ze daar hingen, in het water. Nou, dat was een gevecht. Die loopwielen van 60 kilo er zo uit halen, dan moest je ze er onderuit zakken met een touw. Schei uit, schei uit. Dan moest je zo omhoog tillen. Dat was echt zo'n ruggenbreker was dat. Ja, een beetje butter aan. In de hoop dat hij er makkelijker in glijdt. Ah, maar niet bij. Maar wel een andere pen. Ik dacht, als deze nou niet past, neem ik er nog eentje mee. En nou kwam hij ook voor pas om die andere erin te slaan. Het flat.
Dan krijg ik dadelijk weer vragen van Harry, jij doet nooit niks aan een touwtje. Nee, ik doe nooit niks aan een touwtje. Waar ik verlies zijn hoofdzakelijk hamers door vette handen. Maar dat is ook alles gebeurd. Dat ik op een pont zat, dat ik wou slaan, dat je uit mijn handen glipte. Dat je nou overboord ging. En voor de verder rest verlies ik niet veel. Ja, toevallig van het jaar een sleutel 22 verloren. Meer nog iets erbij, maar ik weet niet, volgens mij een hamer erbij. En waarom ben ik die verloren? Omdat we dan met 3 maanden aan het rondspringen waren en... ja, dan is het druk. En dan kan het zomaar gebeuren in de hectiek. Als ik er alleen ben, is het gewoon altijd rustig blijven. Niks overhaast doen. Altijd rekening mee houden dat je maar alleen bent. Dus voorzichtig zijn dat er niks gebeurt. Dat is wat ik in het begin al zei. Misschien iets je hebt van die horloges met knop erop. En dan gaat je aan bellen als het mis dreigt te gaan. Ja, dan moet je bij ons al wel waterdicht zijn en slagvast. Ons. Anders heb je er al niks aan. Het is water. En ik heb mijn eigen er nog nooit in verdiept. Hoe duur dat die dingen zijn, dus. Nou. Daarom heb ik geen handschoenen aan. Als je het water in moet, handschoenen werkt dan niet meer. En als je het niet gelooft, gewoon een keer proberen. Werkhandschoenen aan doen. In de emmer water duwen en kijken of je er dan nog mee kunt werken. Dan een vette kabel vastpakken. Dat wordt geen succes. Ik weet niet veel zeker. Dat weet ik zeker. Kijk, er was 2 man ook wel makkelijk geweest. Ze tilden hem alle 2 tegelijk op. En dan lig je er zo in. Dat is de andere kant erin tillen. Maar helaas. Blijven liggen. En wat doen we dan? Eerst zo proberen, dat werkte niet. En dan toch weer zo'n kettingtakeltje, hè? Kleintje, van 750 kilo. Die is ideaal, die is super licht. En voor zoiets, echt super gemakkelijk. Die weegt niks, die andere. Die we hebben. Nee, deze is maar 250 kilo en die andere is 750 kilo. Dus deze kan maar 250 kilo hebben. Ja, het meeste waar ik hem voor gebruik, dat is als je in een hand tekort komt, zet je er even een takeltje op. Nou, dat is zo gemakkelijk. Ik ben er allemaal net bij. Op de buik op het rooster liggen. Dit is de kunststof rooster. Nou, dat is scherp. Dat is scherp, die randjes. Super voor anti-slip. Je glijdt er nooit op uit, hoe vies dat ze ook zijn. Maar om er zo op te liggen, niet fijn. En dan zitten we weer te ratelen. 3, 3, 3. We ratelen we af. Komt er wel. Even geduld hebben. Het komt altijd goed. Zoals ik altijd zeg, de ene keer duurt het wel langer dan de andere keer. Leuk bedacht, kwam er net niet. Sleuteltje vooral niet loslaten. Bij ons is het plons is kwijt. Thank you.
mooie is, op het moment dat ik daar bezig ben, je vergeet die camera helemaal dat je die op hebt. Dus wat ik nou precies aan het doen ben, dat zie ik al pas als ik thuis ben. En het is altijd maar afwachten wat en hoe dat je het filmt. Toevallig zat je nou precies goed dat je er zo mooi tussendoor kunt kijken, maar het gebeurt ook wel eens dat je gewoon helemaal niks ziet. Bijna. Kom, erin blijven liggen, jongen. Krijg je grote neusgaten van. Dat bedoel ik maar. Echt wel grote neusgaten. Ja, het is allemaal net zo moeten tillen dat je er net niet bij kunt, net buiten je macht, zeg maar. Gelukkig hoeft het ook niet te vaak. Onmisbaar zo'n klein takeltje. Dat had ik al verteld. Nu gaan de bouten erin. En dan zit hij weer vast. Dit bedoel ik, we zien alleen een arm. Ja, hij is dicht. Potje ook bijna leeg. Ja, beetje koppervet. Oeh, dat is één. Zo naar de andere kant toe. Trotste werkje gehad. Nu nog even de hydrauliekleidingjes aansluiten. Er zijn er maar twee. Kun je ook wel niet heel gemakkelijk bij. Maar op zich ja, valt het nog mee. Er zitten die dopjes in. Voor ze af te doppen, dus dat de pont gewoon draaien kan zonder kabelklem. Daar moet je nou mee opletten, want ik heb binnen niet gekeken of ze hem aan of uit hebben staan, de kabelklem. Maar er zit een accumulator, die zit er op een van de twee leidertjes. Ik weet ook niet precies welke, als ik hier zo lig. Dan zou ik binnen moeten kijken. Dan zie je dat ik hem een eindje los heb gedraaid, maar niet helemaal eraf. En dan het dopje wat erin zit, daar tik ik op om te kijken of er geen druk op staat. Er stond er niet, want ik tikte hem zo los. Hou slang erop. Maar dat is heel erg gevaarlijk. Zo'n accumulator die slaat gewoon een hoop energie op. En dan staat er gewoon nog echt druk op. Hij zit er weer bijna op. Dus daar moet je heel erg mee opletten met hydrauliekolie. Ik heb een collega gehad, die had een keer een slang.
daar zat een heel klein gaatje in. Echt een heel klein gaatje. Als je goed keek, kon je hem net zien vernevelen. Hij wilde de machine instappen. Hij pakt zijn eigen aan die slang vast. En die spuit hem dwars door zijn vinger heen. Dat is op zich niet zo heel erg. Maar dat ging gewoon aan het rotten. Want dat is troep hydrolycolie als ze dat zo in je krijgt. Dat is echt niet leuk. Hij was op een gegeven moment blij dat hij zijn vinger nog overhoudt. Hij is er echt lang mee thuis geweest. En die vinger is nooit meer goed gekomen voor de verder rest. Dus hydrauliek, altijd mee opletten. Als er een slang afklapt, dan valt het meestal wel mee. Dan komt er een hoop olie uit, maar meer niet, maar zo'n heel klein gaatje. Het is zo gemeen. Nou, er lekker tussendoor werken. En de eerste zit er weer vast. Bij de meeste ponten komen die hydrauliekleidingen door de huid heen naar buiten met lassok. Dan heb je altijd maar één sleutel nodig. Dat is wel makkelijk, maar hier heb je er twee nodig omdat gewoon een leidingje is dat onder de machinekamer zit. Nou, dan sla ik dat dopje weer los. Als dat los is, dan pak ik hem pas vast. Dan weet ik dat er geen druk meer op staat. En dan kan ik hem veilig losdraaien. Het enige wat dan nog kan gebeuren is dat er hydrauliekolie de maas in gaat. Dat willen we eigenlijk ook niet, maar... Ja, het is hier gewoon lastig werk hier. Nou is hij last. Het druppelt een heel klein beetje. Daar heb ik hele mooie doeken voor. Die kan ik op het water gooien. Die zuigen alleen de olie op. En niet het water. Ik ben een keer zo aan het werken geweest. En ook een paar druppeltjes erin gevallen. Ik denk een doek erop, ja, heel de doek kwijt. Er gebeurde iets, hij dreef van me af, te laat, er ging de doek heen. Dus sinds die tijd heb ik altijd zoiets van, ja, 2-3 druppels, kunnen we niks aan doen. Het kan gewoon gebeuren, kan ook gebeuren als die leiding lek gaat. Iemand zei het pas geleden van, ja, wij moeten alles in bakken doen en toestanden. Ja, bij ons zit het gewoon nog zo. En het mag, hij wordt er zo mee goedgekeurd. Dus zolang het duurt, ja, dan heb je wel eens kans dat er een druppeltje in de maas komt. En ik denk, ja, één druppeltje zal nog niet de wereld doen. Maar we proberen het wel te vermijden, zoveel mogelijk. Ja, vast. Zo. Geen sleutels verloren. Zoals gebruikelijk. Wel knoep vette handen. Dopjes er zuinig op zijn. Nou, de vetleidingen eraan maken. Alle vetleidingen die eraan zaten, daarom is hij ook kapot gegaan. Dus waren die lagers kapot gelopen. De vetleidingjes waren allemaal half afgescheurd of helemaal afgescheurd. Dus een mooi systeem kun je gewoon zelf ter plekke in elkaar draaien. Dat is het grote voordeel ervan. En dan hebben we telefoon. Marisch.
Nou, dat hoort er ook bij. Telefoon. Ja, zal ik doen. Nou, die kan ik zelf bellen. Jo, oké. Dat is goed. Jo, oké. Ja, af en toe heb ik van die dagen, dan bellen ze kapot en ben je met zoiets bezig. En dan heb je gewoon 10 keer telefoon. Ja, daar word ik wel eens chagrijnig van, dat ik denk van ik gooi hem ergens naartoe. En het mooie is, als ik in de machinekamer ben, dan kan ik hem ook niet opnemen, want dan hoor ik hem nog niet eens. Toon, heb je om 4:30 even tijd om een palletje uit aan een auto te vatten? Dus, want er komt er eentje mee blokken en dan, ja, dat is een beetje zwaar. Is goed, Toon. Ja, ja, als je er is, bel ik pas. Nee, ik ben zelf ook nog bezig onderweg, dus. Is goed, Toon. Jo, houdoe. Ja, ook weer geregeld. Andere kant op. Om de slang, die draai je linksom. En die nippel erin, die je gewoon weer rechts in de draad. Zijn we aan het oefenen? Herrie bakken. Heel het gebied waar onze pontjes liggen, dat is laagvlieggebied. Ik zal een keer kijken of ik het kan filmen, maar die komen zo laag over met die helikopters dat we met de pont moeten blijven liggen, dat gewoon echt niet past. Hè? Dat ze lager vliegen als dat de pont hoog is. Moeten we op een helikopter wachten. Maar goed, die jongens die moeten ook geoefend worden. Als die in één keer de diepen in worden gegooid in zo'n uitzendingsgebied, ja, dan kan het ook niet goed. 14 als ik het niet wist, hier. Dus ergens moeten ze kunnen oefenen en daar staan bij ons. Ja, dat is een heel stuk, dat is ook over de Bommelerwaard heen. Een heel stuk laagvlieggebied voor die mannen. Dat is, ja, dat is alweer een hele tijd geleden, dat is denk ik weer. Was dat 10, 15 jaar geleden? Die Apache bij Rossum in die hoogspanningsmast was gevlogen. Mijn feest is nou meer dan 12 jaar geleden, want ik werk hier 12 jaar. Ik werkte toen nog bij Cambry. Dus toen dat gebeurde. Toen reed ik s'avonds naar huis, naar Lid toe. En normaal had ik zoiets, daar kwam je de A2 af, zeg maar, bij Rosmalen. Met de grootste werk. En dan rij je de grote wielen waar ze toen net mee begonnen, die reed je dan voorbij en dan kom je in de polder en dan had je rust. De hele dag overal druk geweest op de snelwegen en daar was het dan rust. En dan kom je bij het wild, rij je de Maasdijk op, bij de pont van Alem zeg maar. Weer vast. En ik keek, was alles gitzwart aan de overkant van de Maas, geen lampje te zien. Bij de sluis Sint-Andries, geen lichtje te zien, nou dat is... Eén grote zee van licht normaal gesproken. Alles donker aan die kant. Ik denk, waar staat dat gebeurd? Ik had nog niet gehoord op de radio. Ik denk, ja, hier is echt iets goed mis. Toen kwam ik thuis en toen vertelde ons vrouw het. Van, er is een helikopter in de hoogspanningsmast gevlogen. En vroeger zaten ze nog in Brabant vast. Dan was het feestje gewoon doorgegaan. Alleen daar hebben ze in de tijd... of toen die tijd was het al een paar jaar geleden... Dat ze er afgesloten hadden ze niks meer. We hebben echt een tijdje zonder stroom gezeten. Zo. Je kunt hem mooi op maat maken. Er zit een automatisch smeersysteempje op. Dat werkt gewoon super als er vet in zit en een goede batterij. Je kunt je zeggen, waarom bouwen jullie niet een centraal smeersysteem voor alles op? Nou, dat wordt zo'n groot systeem van die grote afstanden. Dit is leuk te doen, eens een smeerpotje met een verdeelblokje eronder.
Dat gaat gewoon goed als je het bijhoudt. Ja, die kabelklem ga je jaren mee als je maar vet op die lagers houdt. De wielen die verslijt je niet in 5 jaar tijd. Ja, daar zijn ze verreheen ingesleten een heel eind. Maar dit zijn leuke klusjes. Gewoon zitten doen. Beetje prutswerk is dit. Dat hoort er ook bij. Ik neem aan, nu heb ik veel filmpjes van de pont te maken tegenwoordig. Dat jullie kunnen zien dat het lassen maar een heel klein stukje is van de werkzaamheden die ik doe. Dat is echt maar een heel klein stukje. Want iedereen denkt dat ik alleen maar aan het lassen ben. Nou, niets is minder waar. Ik las maar, wat ik altijd roep, hooguit, uurtje of twee in de week. Meer niet. En nou de laatste weken eigenlijk nog niet eens, want ja, we zitten op de werf. Moet ik iedere keer naartoe. Om te kijken ja, of de werkzaamheden wel naar onze tevredenheid uitgevoerd worden. En of ze allemaal wel uitgevoerd worden, maar bij de meeste werven komt dat wel goed. Dus helemaal geen tijd. Ik heb wel een paar klusjes die nog gelast moeten worden. Nu ik dit zit in te spreken, ja, morgen ga ik naar Alphen. Er is een leiding van het koelvloeistofsysteem. Is een beugel van afgescheurd en die heeft een gaatje in de leiding veroorzaakt. Die motor kunnen ze nu niet gebruiken. Die moet ik morgen gaan lassen. Maar ja, dan moet je eerst alle koelvloeistof aftappen. Leidingen tussenuit schroeven. Want met een volle leiding, die kun je niet lassen. Nog niet misschien. Dan gebeurt er van alles, maar het wordt nooit dicht. Oh, nieuwe vetpatroon erin. Ik kan net niet op de display kijken. Even kijken of je goed ingesteld staat. Die kun je op verschillende manieren instellen. Dus hoe vaak dat je smeert, hoeveel dat je smeert. Ja, hoeveel dat je smeert kun je maar de twee standen kiezen. Maar je kunt wel kiezen hoe vaak dat je smeert. En bij zijn kabelklem is dat meer als bij zijn gewoon loopwiel. Want hier heeft hij 4 smeerpunten. En bij zijn gewoon loopwiel heeft hij er maar eentje. Nu druk ik de testknop in. En dan kijk ik op het verdeelblokje, kun je een pinnetje zien bewegen of je alle poortjes wel meeneemt. Dus dat is belangrijk, dat ik weet dat op alle plekken waar vet moet komen, dat er ook vet komt. Nou, die leidingjes, die heb ik net al verteld, die zitten al gevuld met vet. Normaal haal ik het potje af en dan douw ik een smeernippel, draai ik erin en dan pomp ik ze vol. Maar deze leidingjes zitten al mooi gevuld met vet. Hoef je niks aan te doen. Nippels erop schroeven en het is voor elkaar. Je kunt ook horen als de verdeelblokje omschakelt dat de pompje veel zwaarder moet draaien. We kunnen slecht tegen regen, daarom gaat er een hoedje omheen. Zo. Dat is hartstikke mooi. Moest ik in de hut, de schakelaar van de slagboom. Aan de Brabantse kant, die was slecht, die haperde nog wel eens. Dan deed je het wel, dan deed je het niet. Nou, het makkelijkste om erbij te komen is even het dashboard losschroeven. Want anders er zit wel een gaatje in waar je bij de zekeringen kunt. Maar ja, dan moet je eigenlijk in zo'n rare bocht te wringen om bij de schakelaar te komen. En dan kun je hem nog niet goed bekijken. En of vervangen, want dat werkt niet. Dit werkt gewoon. Dashboardje omhoog, schroeven draaien eronder dat je blijft staan. En dan is het voor elkaar.
Even kijken wat hij doet. Rommelen, af en toe deed wel, af en toe niet. Kapot. Conclusie, schakelaar kapot. Conclusie verkeerd. Ik wip hem hier los. Bril weer niet opgezet. Kan ik het lipje niet zien waar je hem los moet klikken. Ja. En dat is hij. Draadje los kan ook nog. Draadje ontdekte los zat. Draadje vastschroeven. Probeer. Dat zou zo gemaakt zijn. Draadje los. Klik vast. Hij doet het. Ja, hij zit nou goed vast. En weer een klusje plat. De zaterdag gaan ze weer vallen. Dan wordt onderaan tijd, want ze liggen al zo lang stil. Varen. Ja, zo'n pont wordt er meestal niet beter van als hij lang stil ligt. Ja, stond een computer aan de andere kant. Kunnen wij ook. Nou, naar het volgende klusje toe. Strepen zetten voor het coronavirus. De nieuwe samenleving. Om de anderhalve meter een streep om de mensen bewust te maken waar anderhalve meter is op het pont. Dus mijn feest, klompen geel, overal geel, alles geel met de spuiten. Maar goed, op alle andere ponten had ik het al gedaan. Hier hebben we geen echte fietspaden op zitten, dat is allemaal veel te smal. Dus toen had ik maar bedacht van, dan maar zo, half op het dek. Dat de mensen die op de fiets komen toch een indicatie hebben van, dit is anderhalve meter afstand. En dan is het nog, als je in ieder vak een fiets zet, dan zal het nog niet meevallen, anderhalve meter afstand. Ja, nu jullie dit filmpje zien, is het al juni. En dan mag je wel de pont op met de fiets, maar dan moet je een mondkapje op. Dan ga ik dadelijk nog een spandoek voor ophangen. Dus vanaf volgende week vaart je weer gewoon. Kijk, kwam nog iemand vragen van vaart hij. Auto eraf, die stond in de weg. Kijk, de andere kant ook een paar strepen opzetten. Nou, die hebben we eventjes gewoon wat vlugger gedaan. Want anders duurt het heel lang. De oevergemeentes hebben allemaal dranghekken neergezet. Wij hebben spandoeken laten maken. Die kun je in de hoek kun je een dranghek zien staan. Ik zet hem nu dadelijk eventjes op de klep. Maar die staan gewoon op de wal om de fietsers erop te attenderen dat we er maar 20 per keer mee mogen nemen. Meer plek hebben we niet aan boord om daar veilig te kunnen doen. En dat ze een mondkapje op moeten. Dus de veerlui moet ook een mondkapje op gaan doen. Het zal nog niet meevallen, ik zelf ook. Ja goed, ik ben een van de weinigen die nog het meeste met een stofmasker oploopt. Nog enigszins aangewend en iedereen zegt van ja, dat is benauwd en warm. Ja, dat klopt. Ik weet er alles van. Toch moeten we doen. In de hut mogen ze hem dan weer afzetten. Ja, moet je ook mee opletten. Want als je iets aan je handen hebt zitten dat je hem continu op en afzet.
Volgens mij schiet hij dan zijn doel ook voorbij. Dan schaadt hij meer dan dat hij baat, maar ja, het is niet anders. Ervoor gekozen om het te doen. En dan noemen we het maar. En daar zijn we ook bijna mee aan het einde van het filmpje gekomen. Streepjes staan erop. Ja, die spandoeken die kosten tegenwoordig ook niet heel veel meer. Daar viel me alles mee. Ik dacht dat ze hartstikke dure spandoek laten maken. Echt niet. Het kostte 8 euro per vierkante meter of zoiets dus. Ik vond het meevallen. En ze hadden ze snel klaar. Dus de dranghekken zetten we weg met nog 3 dranghekken dat je niet om kan waaien, want het waait bij ons nogal. Zo, we zijn klaar in Maasbommel. De laatste klusjes gedaan. Hij ligt er nu piekfijn bij voor zaterdag. Dan gaat hij weer varen, gelukkig. Hij lang zat stilgelegen. Niks te nieuwsgierig. Even kijken wat er op de jachthaven ligt. Hé, die Leon ligt er ook nog. Dus, klaar. Zaterdag varen. Kijken of we nog wat geld kunnen verdienen. Want de laatste 6 weken heeft hij niks meer opgebracht. Het is niet anders. Het zijn rare tijden. En toch komt er zo na 6 weken stilliggen nog regelmatig volk vragen van varen jullie niet? Nee, wij varen niet. Allang niet. Maar goed. Ik hoop dat je filmpje leuk vond. Vragen erover hieronder stellen. Ik ga afsluiten zoals ik altijd doe en net zoals we in Brabant zeggen, houdoe. Ja, doen we er even een knipje in.